Maar ik ben Herman Russenberg, ik ben hier hoogleraar in de TU hier in Delft. En ik ben ook directeur van het Klimaatinstituut hier in Delft. We hebben vanavond twee sprekers. De eerste spreker is Appie Sluis van de Universiteit van Utrecht. De tweede spreker is Joep Storms van de Universiteit hier in Delft zelf. Het gaat vooral over het paleo. Dus wat is er in het verleden gebeurd en wat zijn de consequenties daarvan? Wat kunnen we daarvan leren voor het heden? En wat kunnen de consequenties daarvan zijn voor de zeespiegelstijging? We beginnen met een verhaal van Appie zelf. Wat we doen is, na elk verhaal, alleen nog even gelegenheid voor vragen ter verduidelijking. En als allebei de verhalen zijn geweest, kunnen we meer de verdiepende vragen stellen en meer in discussie gaan vormen. Maar eerst het woord aan Appie. Dankjewel. Ben ik wel goed te horen? Nou, geweldig. Uitstekend. Er is... Eén ding wat ik gelijk even wil zeggen, hier is dat ook nog iets op mijn scherm, althans, aan deze kant. Dus de linkerstrook van mijn slide zullen niet zichtbaar zijn. Ik zal proberen op het moment dat er een aantal letters niet zichtbaar is, dat ik dat even expliciet verduidelijk. Maar we hebben het niet voor elkaar gekregen om dat helemaal te projecteren. Het is niet anders. Wat ik ga doen, overigens heb ik een pak aan, dat is niet omdat ik altijd een pak aan heb. Maar dat is omdat ik vandaag bij een promotie was en dan moet je... wel degelijk in zwarte en witte kleren aankomen. Anders word je niet getolereerd door de pedel in de Senaatskamer. Ja. Zonder das, ja, want we doen natuurlijk een toga aan. Bij de toga van de Universiteit Utrecht zit geen das. Ja. Waar ik het over heb is broeikasklimaat in het verleden. We kijken naar periodes in het verleden waar door natuurlijke oorzaak de CO2-concentratie hoog was. En we proberen zo goed mogelijk te achterhalen hoe het klimaat toen werkte. En daar gaat het over. Deze lezing zal enigszins in het kader staan van het zogenaamde NESC. NESC is het Netherlands Earth System Science Center. Dat is een samenwerkingsverband tussen een aantal universiteiten en instituten in Nederland. Dat is een groot project. Dat is een 10-jarig onderzoeksprogramma, gefinancierd door het ministerie van OCMW. En NESC heeft zich ten doel gesteld om de processen die bepalen hoe klimaatverandering plaatsvindt, zo goed mogelijk te achterhalen. Met name gebruikmakend van het verleden. Om toekomstige klimaatverandering zo goed mogelijk te kunnen projecteren. Onzekerheden te proberen te verkleinen. Dus als u een ergens NESC zal zien staan, dan is dat dus, refereert dat dus naar het onderzoeksinstituut, waar tegen de 20 fulltime PI's bezig zijn met het onderzoek met hun promovendi. Ik begin graag dit soort presentaties met deze slide. Wie herkent dit? Wie weet wat dit is? Ja, dit is... Ja. Nou ja, Rosetta is de satelliet die eromheen draait. Dit is de komeet, hè? Dus waar we een satelliet naartoe hebben gestuurd, waar we een lander op hebben gebracht. Het grappige van deze komeet is dat hij precies zo zwaar is. Hij is ongeveer 10 petagram zwaar. Nou, wie komt dat getal bekend voor? 10 petagram. Peta. Dus 10 keer 10 tot de 15e gram. Ja, het is 10 tot de 16e gram. Ja. Dit is precies hetzelfde getal, precies dezelfde massa als de jaarlijkse hoeveelheid koolstof die wij in de vorm van CO2 in de atmosfeer brengen. Daar maken we er een van. Maar realiseert u wat dat betekent? Hè? Dus dit is een ding van een paar kilometer in doorsnede. En het heeft genoeg zwaartekracht om een satelliet omheen te laten roteren. Dus zoveel koolstof produceren wij in de vorm van CO2 elk jaar. En het is dus niet verwonderlijk dat de CO2-concentratie stijgt. Ja? Het is gewoon een enorme hoeveelheid koolstof die de atmosfeer ingaat. Dit zijn reconstructies van het verleden. Voor een gedeelte zijn het metingen. En dit zijn projecties voor de toekomst van de CO2-concentraties. Van de CO2-concentratie. Voor de industriële revolutie was de CO2-concentratie ongeveer 280 deeltjes per miljoen. Vandaag de dag zitten we rond 400. En ergens deze eeuw, afhankelijk van onze keuzes of we wel of niet emissies zullen reduceren, zullen we een verdubbeling krijgen van de CO2-concentratie. Nou, dat is de algemene verwachting. In een business as usual scenario zullen we aan het eind van deze eeuw tegen de 900 zitten. En als we sterk gaan reduceren, dan zullen we veel lager waarde hebben. De grote vraag natuurlijk, ook in de klimaatwetenschappen, is, oké, klimaatverandering zullen we zien, maar de cruciale vraag is, hoeveel klimaatverandering? Hoeveel opwarming zal zo'n verdubbeling van de CO2-concentratie veroorzaken? Nou, als we naar
Dit is een belangrijke term, maar deze term noemen we klimaatgevoeligheid. Climate sensitivity in het Engels. En dat is dus niks anders dan, gedefinieerd door het Intergovernmental Panel on Climate Change. Hè, dat is het instituut van de Verenigde Naties dat elke 5-6 jaar de wetenschappelijke literatuur samenvat op het gebied van klimaatverandering. Dat IPCC dat zegt, nou, zo'n verdubbeling van de CO2-concentratie ten opzichte van de pre-industriële concentratie heeft een opwarming tot gevolg van in de orde van 1,5 tot 4,5 graad. Nou, dus wetenschappers weten niet beter dan dat wat die klimaatgevoeligheid is. Dat is de onzekerheid die er is. Dat is best een grote onzekerheid. Dat is misschien wel het verschil tussen wel een Groenlandse ijskap en geen Groenlandse ijskap. Bijvoorbeeld. En als die Groenlandse ijskap wel smelt, dan staat het equivalent tot ongeveer 7 meter mondiaal gemiddeld zeespiegelstijging. Dus het zijn wel degelijk grote onzekerheden. En die onzekerheden willen we natuurlijk kleiner maken, om betere projecties te kunnen maken van hoe de maatschappij om moet gaan met klimaatverandering. Dit is zo'n toekomstig potentieel klimaatscenario. Misschien zullen we wat opwarming zien de komende tijd. En misschien zal er een tipping point overschreden worden, waardoor we opeens heel sterke opwarming hebben. En misschien gebeurt dat in de toekomst nog wel een keer. En misschien is dan op een gegeven moment die klimaatverandering wel compleet en zult het misschien weer gaan afkoelen. Nou, het leuke van deze grafiek is dat het niet een toekomstprojectie is, maar het is een reconstructie van de temperatuur in het verleden. Dit zijn metingen van de diepzeetemperatuur tussen ongeveer 59 en 48 miljoen jaar geleden. Op basis van sedimentaire gesteentes op de zeebodem. En wat zien we hier? Dat de diepzee tussen in deze periode vanaf 8 graden ongeveer opwarmde naar over de lange termijn naar een graad of 12. En dat het daarop gesuperponeert een aantal fases van snelle opwarming waren. Nou, dit is natuurlijk super interessant, want dit levert ons de kans op om te onderzoeken hoe het klimaat reageert als er iets verandert. Ja? Hoe reageert het klimaatsysteem nou op snelle veranderingen? Oké. Deze waardes, wie weet wat de gemiddelde temperatuur van de diepzee is? Weet iemand dat? Ja, ongeveer 4 graden. Ja. Ongeveer 4 graden, is best koud. Hè? Dus in deze periode was de diepzee blijkbaar toch een stuk warmer. Misschien wel 5, tot sommige periodes wel 10 graden warmer dan vandaag de dag. Hoe kwam dat? Een van de redenen waarom we denken dat die CO2 of dat die temperatuur wat hoger was, heeft wel degelijk te maken met de CO2-concentratie. Dit is een complexe grafiek die laat zien wat we weten van de CO2-concentratie sinds het uitsterven van de dinosauriërs 65 miljoen jaar geleden. Nou, dit is een iets wat oudere plot, maar zoveel meer dan dit weten we niet. Wat u ziet is dat we de afgelopen 10, 20 miljoen jaar CO2-concentraties hebben gehad die eigenlijk vergelijkbaar zijn met pre-industriële waarde van 280, misschien af en toe iets hoger, maar eigenlijk niet veel hoger dan de 400 die we vandaag de dag hebben. Dus als we naar een klimaat willen kijken dat iets van analogie had met een klimaat van de toekomst, waar veel meer CO2 in de atmosfeer zit, dan moeten we verder terug in de tijd. Maar u ziet het al, dit zijn allemaal, al de kleuren zijn verschillende methodes waarop we CO2 proberen te reconstrueren. U ziet ook dat de onzekerheid hier in de reconstructies veel groter wordt hoe verder we teruggaan in de tijd. Dat is ook omdat de methodes nog niet perfect zijn. Maar hier is een heel aardige, deze gele hier, dat is een bepaald mineraal, nacoliet, dat alleen kan vormen als de CO2-concentratie hoger is dan 1100 ppm in de atmosfeer. Nou, dat is een leuke idee. Dus een interessante vraag is dan, 50 miljoen jaar geleden, hoe zag het klimaat er toen uit? Ik neem u daarvan mee naar Noord-Canada. Naar Axel Heiberg, dat is een eiland in de Noord-Canadese archipel. Binnen de Poolstreek, ook 50 miljoen jaar geleden, lag dit in de Poolstreek, in de Noordpool. En als je er naartoe gaat, dan is dit het landschap. Het is een kaal landschap, er groeit niet zoveel. Dit zijn foto's overigens van een collega van mij, Jane Francis, van de Universiteit van Leeds. Dit was haar basiskamp, waar vandaan ze ging monsteren. En u ziet het, er is niet veel te zien. Maar de Inuk, de lokale bewoners, noemen dit gebied Napartulik. En dat betekent zoiets als de plek van de bomen. Het is bekend dat er een alcoholprobleem is bij de Inuk.
Maar dat kan deze discrepantie niet verklaren. Maar als we hier even naar deze lagen gaan kijken en we zoomen daarop in, dan zien we dat ze bestaan uit gemummificeerd hout. Met name van taxodium-achtige bomen, metasequoia. Ze liggen werkelijk overal. Het is echt gemummificeerd materiaal wat in die in lagen afgezet is en dan af en toe een fossiele bodemlaag. Het is best indrukwekkend. Je kan de structuren van de bomen ook zelfs goed nog zien. Het is niet versteend, maar gemummificeerd. En het is letterlijk af en toe dat je naalden terugvindt waarvan je denkt van, nou, die zijn vorig jaar op de grond gevallen. Het is echt dat je zegt, zeer uniek gefossiliseerd materiaal. Dit is een moderne analogie van. Het grappige is dat die metasequoia's ooit eerst gevonden zijn als fossiel. En pas later in Japan werden ontdekt als iets wat daadwerkelijk nog leeft op deze aarde. En zo moet het er ongeveer uitgezien hebben daar in Exelheiberg. Alleen waarschijnlijk stonden de bomen iets verder van elkaar. Dat is wat de paleobotanici zeggen. Oftewel, het zag er toen erg veel anders uit dan vandaag de dag. Ik neem je nu mee naar Spitsbergen. En daar ben ik zelf een aantal keer geweest. En als je daar in mei naartoe gaat, dan zie je ongeveer dit. Het is net een beetje, de pooldag is net begonnen, het zeeijs begint een beetje op te breken. En er is leven. Daar, een grote burgemeester die hier zit uit te rusten van zijn lange tocht. Weer terug naar het noorden. En natuurlijk de ijsberen. Dit was tijdens een vaartocht die georganiseerd was door Mark Cornelissen, die poolreiziger die onlangs in Noord-Canada om is gekomen. En Mark die had dit georganiseerd samen met het Wereld Natuurfonds. Met de ijsbreker gingen we naar het zeeijs en die ijsbeer kwam naar ons toe. En die was natuurlijk op zoek naar eten. En, is toch fantastisch, hè? Ja. Maar dus, toen hoorde je klik, 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 klik. We waren iets echt van 10 meter, 15 meter van die ijsbeer vandaan. Dat is echt... Nou ja, wij zaten op een boot, gelukkig. Dus daarom ziet u ook het beeld is ook van bovenaf. Maar wij waren veilig. Maar op een gegeven moment had hij het gezien en liet u weg. Maar goed, dit is dus mei. Als je in augustus terugkomt, dan is er voor een aardwetenschapper als ik iets meer te beleven, want dan is de sneeuw weg en dan kan je de stenen zien. En dus, dat is dus hier, het is pooldag in Spitsbergen en dat wil zeggen dat het eigenlijk de hele dag tussen de 5 en 7 graden is. En dan smelt de sneeuw en dan kan je de stenen zien en dat is dus wat je doet als aardwetenschapper. Hier lopen wij langs de gletsjer omhoog en zijn we op zoek naar steentjes die afgezet zijn in die periode rond 50 miljoen jaar geleden. En wat vinden we? Dezelfde metasequoia's. En we vinden loofbomen. En we vinden kolenmijnen. Want die zijn daar ook. En als je daar goed zoekt, en het was op een gegeven moment een mijnwerker die dacht van, hé, wat is dit? En die riep een aantal paleontologen erbij. Die zei, dit zijn voetafdrukken van nijlpaard, van vroege nijlpaardachtigen, die hier blijkbaar op Spitsbergen rondliepen, in plaats van de ijsberen. En dit is wat wetenschappelijk werk wat eraan gedaan is. Je ziet hier een serie van die voetstappen door een aantal individuen die blijkbaar door een modderpoeltje gestapt zijn. Niet lang daarna is de zee eroverheen gekomen en die voetstappen die zijn daardoor gepreserveerd geraakt. En nu toevallig tevoorschijn gekomen zijn door het hakken van die mijnwerker. Dus dat is wel erg tof in ieder geval. Het is ook geweldig om dat een keer te zien. En dit is de andere kant van de wereld. Dit is Antarctica. En dit is gebaseerd op basis van stuifmeelkorrels studies. Van een boorkern die is genomen vlak voor de kust van Antarctica. Ook daar zijn sedimenten teruggevonden van ongeveer deze ouderdom. En wat we daar terugvinden zijn zijn stuifmeelkorrels van allerlei verschillende boomsoorten. Inderdaad ook de dennenbomen, het loofbomen, maar ook in dit geval baobab en palmen. Die blijkbaar langs de kust van Antarctica groeiden. En dat is erg verrassend. Dus omdat ter introductie van, als we dus naar het verleden kijken en we zien dat het klimaat warmer was, dan was het met name warmer op die hoge breedtegraden. En de enige manier waarop wij dat kunnen verklaren, dat het zo warm was, is dat er een aspect CO2-relatie daarin zit. Dan dit is met name land. Ik ga nu even iets zeggen over hoe we dat in de oceaan doen, die studies. En daarmee ga ik even een filmpje laten zien van, dit is professor Werner von Boring. Dit was een van de hoofdrolspelers in een onderwijsmodule die wij inmiddels bijna 10 jaar geleden gemaakt hebben. Maar Werner is echt bijzonder goed in het uitleggen van hoe je boorkernen neemt in de oceaanbodem.
Kijk, ik zal het demonstreren. Je neemt een speciale schip. Voilà. En een speciale grondboor. Want onder de oceaan liggen lagen voor lagen zand, klei, kalk, steen en allerlei sedimenten. De oudste zit het diepst en het jongste het dichtst bij de oppervlak. En in die lagen zit dan ook nog fossielen, mineralen, bacteriën, zaadjes, organische restjes, noem maar op. Nou, als je met je boor een goede doorsnee van de bodem naar boven kunt halen, dan heb je een hele geschiedenisboek in handen. En dat doen we niet een beetje te diep in de slootje van mijn achtertuin. Nee, wij doen dit bijvoorbeeld onder de Noordpoolijs. En we gaan diep, heel diep, wel 1500 meter. Dus zo doe je dat. Maar dan met dit schip. En dit is een onderzoeksschip dat heet de Joyous Resolution. Dat is een schip dat al sinds de jaren 80 bezig is met het nemen van boorkernen voor academische doeleinden. Dat staat nu onder beheer van het zogenaamde International Ocean Discovery Program. En dit ben ik, hier, met die rode trui. Sprekend, hè? Ja. En met deze expeditie gingen we boren in de Pacifische Oceaan naar sedimenten van de afgelopen 50 miljoen jaar. Als je die boorkernen neemt, dan moet je daar op een gegeven moment iets mee. Want je hebt alleen maar modder, haal je van de oceaanbodem, in van die verticale boorkernen, ongeveer 10 centimeter in doorsnede. En daar hebben we bepaalde methodes voor om de sedimenten te dateren, om de ouderdom ervan te bepalen. En dan kom je er bijvoorbeeld achter dat het niet overal in de oceaan hetzelfde is. Bijvoorbeeld, dit is een boorkern van het noordelijke, die onder het Noordpoolijs is genomen. Heel diep. En die bestaat uit allemaal, met name klei en zand. En dat is hier in de Noordelijke IJszee, wat we nu althans de Noordelijke IJszee noemen. En elke 500 jaar is ongeveer 1 centimeter sediment van over. Oftewel, we kijken hier naar langere tijdschalen. We kijken hier naar gemiddeldes van tenminste 500 jaar. Dit is een boorkern van de Atlantische Oceaan, hier voor de kust van Namibië, ongeveer 1500 kilometer uit de kust. En daar zien we ook sedimenten, maar die zien er heel anders uit. Die bestaan met name uit kalkskeletjes en een beetje rode klei. En daar is elke centimeter ongeveer 1000 jaar. Dus we kijken echt naar een groot gemiddelde van wat er op langere tijdschalen aan klimaatvariabiliteit is. Dan komen we bij mijn favoriete klimaatverandering. En die gebeurde ongeveer 65 of 56 miljoen jaar geleden. En dat is dus dit, misschien wel tipping point, waarbij de temperatuur binnen een aantal duizend jaar met een graad of 5 toenam over de hele wereld. We zien bijvoorbeeld dit. En die staat dus PETM, het is namelijk het Paleocene-Eocene Thermal Maximum. Het PETM, Paleocene-Eocene Temperatuursmaximum. En dit is een boorkern daar vandaan. Het is inderdaad, het materiaal is ongeveer 56 miljoen jaar oud. En wat zien we hier, als we hier goed naar kijken, zien we dat die sedimenten hier aan de onderkant van de boorkern bestaan uit hele kleine kalkskeletjes. En ongeveer 10% is het sediment is rode klei. En wat we hier zien, is dat in die laag die calciumcarbonaat, die kalkskeletjes zijn opgelost en alleen maar rode klei over is gebleven. En dat komt omdat er toen de tijd, 56 miljoen jaar geleden, sterke verzuring was van de oceaan. En dat kwam door de grote toevoeging van een grote hoeveelheid CO2 en methaan in de atmosfeer en oceaan. De toename in die CO2-concentratie toen de tijd was in de orde van 1000 tot 2000 jaar, misschien 4000 jaar, in die orde grootte. En het duurde ongeveer 100.000 jaar voordat die CO2 weer uit de atmosfeer en oceaan was gehaald. Dat is namelijk de gemiddelde verblijfstijd van een molecuul CO2 in het oceaan-atmosfeersysteem. Verder zien we dat het op de Noordpool toen de tijd wel 23 graden werd en dat tropische algen, genaamd dinoflagellaten, naar de Noordelijke IJszee migreerden. En verder vinden we daar in diezelfde tijdsperiodes ook daar stuifmeelkorrels terug van palmen, die blijkbaar langs de toenmalige Noordelijke of Arctische Oceaan groeiden. Het is allemaal zeer verrassend. De vraag is zich misschien af, oké, als het 23 graden was op de Noordpool, hoe warm was het dan in de tropen? En daar heeft een promovendus van mij de afgelopen jaren vrij hard aan gewerkt. En dit is wat ongepubliceerd materiaal van Joost Vrieling. En daar vinden we dat de temperaturen van de tropische oceanen, dit is dan voor de kust van Nigeria, in de orde van 334 graden waren voor het hitterecord. En dan nog een graad of 3, 4 warmer werd tot een graad of 36, 37.
En dat is echt verrassend hoor, want we praten over zeewatertemperatuur hier. Nou, de gemiddelde Noordzeetemperatuur, hoe warm is die? Gemiddeld? Ja, een graad of 12 inderdaad. Nou, dit is dus 37. Okay? De gemiddelde jacuzzi is 39 graden. Oké? Okay? Dus het is echt een bizarre situatie hier. Wat we verder zien, en dat is wel zeer, tenminste dat vinden wij heel erg interessant, is dat we samen met die warmste temperaturen, zien wij hier dat opeens tijdens die periode heel weinig van die dinoflagellaten laten, of van die algen voorkomen. Het lijkt er dus op. Ik zou liever hebben dat je geen foto's maakt van ongepubliceerd materiaal, als je het niet echt vindt. Dus dat we tijdens dat hitterecord, die hoogste temperaturen, dat we heel weinig leven vinden van eukaryotische cellen. Dus cellen die een normale celkern hebben. Die trekken, het lijkt erop dat die hoge temperaturen, van zulke hoge temperaturen, te hoog zijn voor dit soort normale algen. Die we in onze huistuin en keuken, oceaan, tijdens deze tijdsperiode vinden. En dat is een zeer interessante observatie. En dat is ook iets wat vaker terugkomt in het geologisch verleden. Dat op het moment dat het heel warm is, en dan zien we met name in de tropische oceanen, dat het met name bacteriën zijn die in staat zijn om te groeien. Maar de iets gespecialiseerdere cellen, zoals dus de eukaryoten en deze dinoflagellaten, die doen het dus niet zo goed. Goed, hoe lang heb ik nog? Gewoon even ter... Oké, 10 minuten, perfect. Nou, 10 minuten. Nee, 10 minuten is goed. Oké, dus dat PETM is een geweldige case study. We zien dus dat die opwarming plaatsvindt binnen een aantal duizend jaar. Nou, het is wat langzamer dan vandaag de dag. Maar het is in ieder geval wat we uit het verleden kunnen halen, het dichterbij wat we kunnen zien. Dus ook al is het een imperfecte analoog, er zitten analogieën tussen de PETM en wat we nu meemaken. En we kunnen dus kijken, nou, wat gebeurt er dan tijdens de PETM met nutriëntencycli, zeeniveau, wat gebeurt er met de koolstofcyclus, wat gebeurt er met regenvalpatronen, hydrologische cyclus, wat gebeurt er met zuurstofconcentraties in de oceaan, dat is ook een heel erg modern thema, opwarming, wat gebeurt er met verzuring van de oceaan en hoe reageert de biologie daarop? En dat zijn veranderingen waar we naar kunnen kijken. Op deze aarde, we hoeven geen modelprojecties te maken voor de toekomst, maar we kunnen daadwerkelijk naar iets kijken wat echt gebeurd is hier op deze aarde. En ik zeg dus wel eens, het grootste voordeel van het verleden is dat het daadwerkelijk al gebeurd is. Oké, er is mij gevraagd om even in te gaan ook op zeeniveau. Dus ik zal over sea level rise, of in ieder geval zeeniveau trends, zal ik even kort iets zeggen. In ieder geval wat we weten van de PETM. Dan realiseert u zich dat de PETM een heel andere case is dan vandaag de dag. Met name, wat is het belangrijkste verschil met vandaag de dag, tijdens deze periode? In plaats van ijsberen liepen er nijlpaarden rond de Noordpool en er groeide bos op Antarctica. Ja? Dus we hadden geen grote ijskappen tijdens deze periode. Oftewel, ze konden ook niet smelten toen het nog warmer werd. Ja? Dus je verwacht misschien wel iets van zeeniveaustijging, omdat op dit soort tijdschalen, als het 5 graden opwarmt, nou, dan verwacht je gewoon puur omdat het zeewater uitzet onder hogere temperaturen, een zeeniveaustijging van in de orde van 3,5 meter met een mondiale opwarming van 5 graden. Dus dat verwacht je. En misschien dat er ergens aan de hoge toppen van de bergen in Antarctica nog een paar gletsjertjes waren, zoiets dergelijks. Maar veel zeeniveaustijging verwachten we niet. Nou, hoe testen we voor zeeniveaustijging? Nou, dan gaan we typisch naar plekken op deze aarde waar je langs de kust zit. Ja, dus waar sedimenten worden afgezet in ondiepe zeeën. En waar we kunnen kijken naar hoeveel materiaal er bijvoorbeeld vanaf het land komt. Hoeveel van de diepe oceaan. Wat voor type korrels er worden afgezet op in die gebieden. Of het grove korrels zijn of hele fijne korrels. Hoe dichter je bij de kust zit, hoe meer grove korrels er worden afgezet. Dus dat soort trends, dat soort data proberen we te gebruiken om in ieder geval te kunnen kijken naar relatieve zeespiegelveranderingen. Stijgt de zeespiegel of daalt de zeespiegel? En dit is een wat complexe grafiek van een paper van een tijdje geleden. En daar hebben we dat precies geprobeerd met een boorkern die genomen is vlakbij New York. Net ten zuiden van New York, in New Jersey. Daar is ook zo'n ondiep zeegebied. Dat ligt nu boven zeeniveau. Dus er zijn boorkernen op het land genomen. Maar toen de tijd lag het onder water. En we kunnen daar dus kijken naar hoe ver die specifieke plek van de kust af lag en of dat varieerde door de tijd heen. Nou, wat we zien hier
is dat hitterecord, dat PETM, dat begint op dit punt hier. En dit is waar een grote perturbatie in de koolstofcyclus plaatsvindt. En dat kunnen we hier aan deze indicator kunnen we dat zien. Nou, hier zien we indicatoren voor zeeniveau. Hier kijken we bijvoorbeeld naar de relatieve hoeveelheid soorten algen die normaal gesproken heel ver van de kust voorkomen, ten opzichte van het aantal algen wat dichtbij de kust normaal gesproken voorkomt. En wat zien we hier tijdens deze periode, en het begint er al voor, is dat begint al voor die grote temperatuurtoename, is dat we een trend zien naar meer algen die normaal gesproken ver van de kust afkomen, ten opzichte van soorten die dichtbij de kust voorkomen. Dit is een andere indicator, dit is de gemiddelde grootte van de korrels. En hier zien we dat er heel veel grote korrels voorkomen in het sediment, wat een aanwijzing is voor relatief dicht bij de kust. En hier vinden we heel weinig grote korrels en dat lijkt erop dat verder van de kust is afgezet. Oftewel, het lijkt er hierop op deze plek dat we tijdens die stijging van de temperatuur deze plek verder van de kust af kwam te liggen. Oftewel, dat het zeeniveau steeg en verder landinwaarts migreerde. Dit is New Jersey. Dit is een andere plek, dit is aan de andere kant van de wereld, in Nieuw-Zeeland. En dan zien we dat in het Paleocene, dus voordat het hitterecord begon, zien we nul marine fossielen. Oftewel, dit zijn sedimenten die op het land zijn afgezet. Het zijn veenafzettingen. Maar tijdens dat hitterecord, die werd dezezelfde chemische indicator weer wordt weergegeven, zien we opeens marine algen verschijnen. Oftewel, die plek, die was eerst land, maar tijdens het hitterecord werd het zee. Oftewel, kan je alleen uitleggen door relatieve zeespiegelstijging. Nou, dat doen we niet alleen maar op deze plekken, maar we hebben op heel veel plekken gekeken. En dan kan je opeens kijken naar wat er mondiaal gemiddeld met zeeniveau gebeurt. En verrassend genoeg zien we op al die plekken zien we dat er tijdens het PETM zogenaamde maximum flooding surfaces zijn. Oftewel, dat er relatief hoog zeeniveau was. Het lijkt erop dat zeeniveau dus mondiaal gemiddeld steeg tijdens de PETM, terwijl we niet eens ijskappen hadden. Dat is nog steeds iets waar we ons met z'n allen van afvragen, hoe komt dat nou precies? Want als het alleen maar door thermische expansie zou komen, dan verwacht je een zeespiegelstijging van een paar meter. Maar verwacht je dat echt te zien in sedimentaire sequenties over de hele wereld? Of verwacht je dat alleen maar regionaal aan te treffen? We zien het in ieder geval mondiaal, dus we begrijpen dan niet goed hoe dat komt. Oké, even terug naar dit plaatje, dat heeft u gezien. Een van de dingen die u ziet is dat we dus een afname is van de CO2-concentratie over de afgelopen, zeg, 65 miljoen jaar. Eén belangrijke stap hierin is rond de Eocene-Oligoceengrens. En daar ga ik u nu iets over vertellen. Want wat we namelijk op die Eocene-Oligoceengrens zien, is een andere stap hier. En dit is een indicator dat de Antarctische ijskap voor het eerst ging groeien. Daarvoor was hij er niet. Hè? Dus hier was het heel erg warm. Dit is waar die palmbomen in Antarctica stonden. En het werd langzamerhand werd het kouder. En hier opeens vormde zich de Antarctische ijskap. En daar heb ik ook een filmpje van. Dit is Antarctica, 35 miljoen jaar geleden. En ik ga u een modelsimulatie laten zien van een collega van mij die in zijn model heeft gestopt van, nou, stel je nou voor, ik heb een ijsvrije Antarctica, zoals hier. Er is misschien af en toe een heel klein beetje ijs. Maar als ik nou heel langzaam de CO2-concentratie laat dalen en ik ga Milankovitch-cycli erop loslaten, dat zijn normale achtergrondvariaties in de aardbaan die zonne-instraling beïnvloedt. Dat ga ik laten doen en dan kijk ik wanneer zo'n ijskap gaat groeien. Want op een gegeven moment is het koud genoeg dat in de zomer in zo'n model de sneeuw niet meer smelt en er dus ijskappen kunnen gaan groeien. Nou, wat u ziet hier op de verticale as is een schaal van kilometers, of meters in dit geval, van dikte van het ijs. Ja, dus zometeen gaat u ijs zien groeien. En op een gegeven moment wordt het rood en dat wil dus zeggen dat de ijskap ongeveer 4 kilometer hoog is. Verder ziet u hier in roze tinten zeeijs. En dat komt ook op een gegeven moment tevoorschijn in de modelsimulatie. Dus ik ga nu het filmpje starten. En dit is een simulatie over 800.000 jaar gedraaid. Dus het is bijna een miljoen jaar die u hier ziet. Komt u hoor? Ja, daar. Kijk, nu gaan die ijskappen groeien. En ze worden steeds groter omdat de CO2-concentratie steeds lager wordt. En op een gegeven moment heb je dus zo'n volgroeide Antarctische ijskap. En wat u ook ziet is dat er bijna gelijk als respons daarop ook zeeijs ontstaat. Dit is alleen maar een model, hè, dus weten wij veel of het klopt. In ieder geval laat het model zien dat het plausibel is dat je op het moment dat je heel langzaam de CO2-concentratie laat dalen, dat je dan een Antarctische ijskap kan laten groeien. En dat als reactie daarop in de kustzones gelijk zeeijs gaat ontwikkelen. Omdat het zeewater door het aanraken met van die ijskap opeens ook heel erg koud wordt.
Nou, dat wil je natuurlijk graag testen, of dat klopt. En dan ga je boorkernen nemen rond Antarctica. Dit is werk trouwens van Paolo Stocchi, dat is iemand die hier ook in Delft heeft gewerkt, nu bij het NIOS werkt, en ook veel samenwerkt met Bert van Meersen, is ook een hoogleraar hier aan de TU Delft. En die kijken veel naar zeespiegelveranderingen. Paolo heeft alleen maar de modelstudies gedaan, maar wat collega's, dus met name mijn directe collega's hebben gedaan, die hebben verschillende boorkernen bestudeerd die rond Antarctica genomen zijn, om te kijken van nou, wat gebeurt er bijvoorbeeld met zeeniveau op het moment dat die Antarctische ijskap gaat groeien? Nou, wat verwacht u? Wat gebeurt er op het moment dat je een ijskap gaat groeien? Wat gebeurt er met zeeniveau? Die gaat dalen. Nou, laten we gaan kijken wat er gebeurt met deze boorkernen. Wat zien we? Dus dit is een boorkern. Dit zijn allemaal boorkernen die zeer nabij Antarctica zijn genomen. En hier, die rode letters hier, dat is OI1. Dat is de periode waarop de Antarctische ijskap gaat groeien. En hier ziet u de relatieve schattingen van zeeniveau. En wat ziet u op al deze plekken? Ziet u dat er een stijging is van het zeeniveau op het moment dat de Antarctische ijskap gaat groeien. Dit is zeer contra-intuïtief. Maar wat het leuke is, en dat is iets waar Bert van Meersen heel veel aan werkt, is dat op het moment dat je zo'n grote ijskap gaat bouwen, dan heeft hij zoveel zwaartekracht dat hij het zeewater naar zich toetrekt. Oftewel, in de buurt van de ijskap stijgt het zeeniveau, ondanks het feit dat je daar een hele grote ijskap uit het zeewater neerlegt. Dus in de rest van de wereld daalt het zeeniveau, maar in de buurt van Antarctica stijgt het. En dat is voor het eerst dat we dat in zo'n deep time, zo ver in het verleden, konden aantonen dat het effect daadwerkelijk een rol speelt, ook rond Antarctica. Nou, het andere ding wat ik u liet zien, is dat niet alleen die ijskap groeit en zeeniveau verandert, maar je verwacht dus ook op basis van theorie dat er gelijk zeeijs ontstaat. Nou, hoe bestudeer je dat nou? Ook daar hebben we gekeken, dat is een promovendus van mij, die heeft afgelopen jaren heel veel onderzoek gedaan naar algeassociaties rond Antarctica door deze tijdsperiode heen. En hij heeft specifiek gekeken naar soorten die in de huidige oceaan voorkomen, die specifiek geassocieerd zijn aan zeeijssystemen. En dat komt omdat die algen zeer gespecialiseerd moeten zijn. Dit zijn trouwens geen algen, het zijn wel dinoflagellaten, maar het is zooplankton, dus ze eten met name fotosynthetiserende organismen. Ze eten andere dingen. Maar die zijn specifiek getuned op het eten van zeeijsdiatomeeën. Dus andere algen die afhankelijk zijn van zeeijssystemen en die ze dus op kunnen eten. Dat is een soort die heet Selenopemphix antarctica. En wat hij nou vindt in al deze boorkernen, is dat deze dingen niet voorkwamen voordat de ijskap ontstond, maar binnen 250.000 jaar nadat de ijskap ontstond, hogere resolutie kunnen we in dit geval nog niet kijken, zien we opeens dat deze soort, Selenopemphix antarctica, opeens voorkomt. Dus die ijskap vormt en gelijk hebben we zeeijssystemen met de daarbij behorende biologische systemen. Dat gaat supersnel. Je hebt een ijskap en je hebt gelijk een ecosysteem wat bij zeeijs hoort. En dat is voor biologen super interessant om te horen, want die zijn altijd zeer geïnteresseerd van nou, hoe snel gaan evolutionaire trends nou, hoe snel kunnen ecosystemen evolueren en zich aanpassen op snelle veranderingen in klimatologische condities. Goed, daar wil ik het graag bij houden. Mijn conclusies zijn dus, we kijken naar het verleden om de natuurlijke staat en de natuurlijke variatie in het klimaatsysteem te achterhalen. We kunnen dus perturbaties in het klimaatsysteem gebruiken om te kijken hoe het klimaatsysteem en de biologie daarop reageert. En we moeten dus het verleden leren lezen om betere projecties te kunnen maken van de toekomst. Ik heb nog één extra dingetje, als ik het nog even mag. Dus iets van 3 minuten, denk ik. Dit zijn trouwens de funding agencies, dus de European Research Council heeft mij een grote beurs gegeven voor het onderzoek. En met name het International Ocean Discovery Program is echt cruciaal voor het boren van dit soort goede boorkernen die we kunnen gebruiken. Een extra dingetje wat we aan het doen zijn, is binnen het NESC hebben we een groot project gestart, waar we de verbinding willen zoeken naar met name middelbare scholieren. Er zijn 2 grote vragen die we binnen het NESC stellen. Hoe warm gaat het worden op langere tijdschalen? En kunnen we dat uit het verleden achterhalen? En zal die opwarming gradueel zijn, of gaat die opwarming met stappen plaatsvinden? Oftewel, zitten er tipping points in het klimaatsysteem waar we zo goed mogelijk grip op kunnen krijgen? Omdat die thematiek, met name die laatste thematiek, wat beter te benutten, zijn we een project gestart binnen het NESC, dat heet Tipping Point Ahead. En samen met een mediapartner, Science Media, die met name gespecialiseerd zijn op het maken van videoclips en websites. En wat we hier gaan doen in Tipping Point Ahead, is we hebben een interactieve website gemaakt. Dat is een website waarmee scholieren, met name scholieren die bezig zijn met het maken van hun profielwerkstuk,
En als dat profielwerkstuk gerelateerd is aan klimaat, kunnen ze direct contact hebben met onze promovendi die het onderzoek aan het doen zijn. Dus dat is heel erg tof. En we hebben tot nu toe twee modules gemaakt die geschikt zijn voor het bovenbouw HAVO-VWO. En vervolgens is er een prijsvraag die aan die profielwerkstukken gekoppeld zit. Dit is de website zoals die er nu uitziet, waar een soort van introductieclip zit over Tipping Point, de wetenschappelijke vragen die we daar stellen. En dit zijn allemaal portfolio's van individuele promovendi die bezig zijn met het onderzoek. Die hebben nog geen conclusies, maar die zijn met het onderzoek begonnen. Dus die stellen hun vragen en die zeggen iets over hoe ze hun onderzoek aanpakken. En misschien dat ze in hun portfolio's over een paar jaar bepaalde conclusies kunnen trekken. Ja, dus dat is het proces van wetenschap willen we zo goed mogelijk laten zien. Verder is er de prijsvraag. En tot slot laat ik u een filmpje zien wat deze prijsvraag introduceert. Tenminste, als ik hem aan de praat krijg. Ja. Zou jij ook wel eens willen ervaren hoe het is om een wetenschapper te zijn? Ben je nieuwsgierig en zou je onze aarde en het klimaat wel eens wat beter willen onderzoeken? Doe dan nu mee met onze prijsvraag en win een expeditie naar IJsland. Presenteer je profielwerkstuk over klimaatverandering in een videoclip van 3 minuten. Elk vak is toegestaan, zolang je maar laat zien dat jouw onderzoek of oplossing voor klimaatproblemen het beste is. Stel een scherpe onderzoeksvraag, wees kritisch, creatief. En zorg dat je profielwerkstuk en video wetenschappelijk stevig onderbouwd zijn. Kijk voor de spelregels op tippingpointahead.nl en doe mee. Want dan maak je kans om in de zomer van 2017 samen met mij en de top van de wetenschap IJsland te gaan verkennen als een ware klimaatonderzoeker. Ik kan je inmiddels uit ervaring zeggen, dit wil je niet missen. Dank u wel. Ik ga een heel ander verhaal vertellen. En dat hoort ook, want er zijn meerdere sprekers, dus meerdere visies over wat klimaat doet. En ik kijk vooral naar ik neem klimaat minstens meer als een gegeven. En ik vraag me af, wat gebeurt er in dit geval met Nederland, maar ik kijk wereldwijd. In dit geval met Nederland, wanneer de zeespiegel gaat stijgen. En ik probeer dat vanuit een geologisch context te doen, want ik ben zelf geowetenschapper. Dus ik kijk naar het verleden, probeer weer lessen te leren voor wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren. Dus de vraag is, de nuchtere / ontnuchterende blik van een sedimentair geoloog. Ik ben benieuwd welke van de twee opties u gaat doorstrepen. Even een beetje over wat ik normaal gesproken doe. Ik ben van origine een fysisch geograaf uit Utrecht. En ik keek oorspronkelijk naar dit soort riviersystemen, moderne riviersystemen, dit toevallig in een meer. Maar dan kun je een heleboel leuke dingen afleiden van wat er gebeurt als meerniveau verandert, hoe die rivier zich gaat insnijden, allemaal dat soort gedrag. Toen ik dat deed, werd ik ook geïnteresseerd in wat er nou eigenlijk bewaard blijft van die rivier, of van die delta, of van die ondiep marine afzettingen. En toen ben ik gaan kijken naar afzettingen uit het verleden, uit het verre verleden. Maar tegelijkertijd kun je ook computermodellen gebruiken om te voorspellen en beter te begrijpen hoe dat hele sedimentair systeem werkt. Dus wat ik nu eigenlijk doe, is dit proberen te combineren. Aan de computer leer je, daarmee ga je op zoek in het veld, klopt dat? En als je dat ziet in het veld, dan verwacht je het ook in de ondergrond. En als je het wel of niet in de ondergrond vindt, daarmee kun je dus weer je computermodel beter maken. Dus die drie aspecten die werken ontzettend goed op elkaar. En leer je een heleboel. Nou, waar gaan we het over hebben? Hoe zal het Nederlandse kust- en rivierensysteem reageren op een zeespiegelstijging ten gevolge van opwarming? Hierbij ga ik er dus vanuit dat het gewoon gaat opwarmen en daar ga ik verder geen uitspraken over doen. Maar wat gaat er gebeuren als dat inderdaad het geval is? Nou, er wordt heel veel onderzoek gedaan naar klimaatverandering. Er zijn veel scenario's van het IPCC. En de vraag is, wat betekent dat voor Nederland? Want wij wonen in Nederland en we willen graag weten of we het droog houden of niet. Nou, is dit het doemscenario? Zelf altijd wel een intrigerend plaatje. Ik denk het niet. Maar ik denk wel dat dit een optie zou kunnen zijn. Dit plaatje zie je natuurlijk vaak. Zeeniveau omhoog en kijken waar overal water terecht komt. Ja, dat is anders. Het ziet er minder...
Ja, dit is de Biesbos. Dus ik vermoed dat Utrecht aan deze kant ergens ligt. Veluwe, heel mooi. Dus het is een leuk plaatje. Maar goed, we gaan even terug in het verleden. Dit is een plaatje van een vosstok. Ik denk dat het een ijskern is, dat weet jij beter. Wat een indicatie geeft voor paleotemperatuur over de laatste min of meer 5 miljoen jaar. En je ziet daar een leuke trend in. Hè. Het begint relatief warm. En terwijl we ongeveer het Pleistocene ingaan hier, beginnen die pieken meer op neer te gaan. En de laatste miljoen jaar, 1,5 miljoen jaar, zie je dat er een hele duidelijke frequentie in komt. Dan wil ik even inzoomen op dit laatste stuk, de laatste 500.000 jaar. En het plaatje is waarschijnlijk voor iedereen bekend. Je ziet die hele duidelijke variatie in zeespiegel door de ijstijd. Ijskappen groeien, zeeniveau daalt, ijskappen smelten en het water komt weer vrij en zeespiegel stijgt. Nou, die cycli die zijn ontzettend stabiel. Iedere 100.000 jaar, gedreven door Milankovitch-cycli, krijg je zo'n ijstijd. Hier zijn er dus een stuk of 20 van achter elkaar. Wij zitten op dit moment helemaal hierboven. En alle voorspellingen zeggen natuurlijk dat het omhoog gaat door de stijging van de CO2. Als je puur naar de plaatje kijkt, verwacht je dat het misschien ook wel naar beneden zou kunnen gaan. Nou, wie dat gevecht gaat winnen is nog niet helemaal duidelijk. Maar we leren een heleboel uit het verleden om te kijken wat uiteindelijk gaat gebeuren. Nou, gaan we omhoog of blijven we stabiel of gaan we uiteindelijk naar beneden? Nou, als je naar het verleden Nederland kijkt, en dit is de huidige situatie, dit is het laatste zeespiegelcyclus. Dan is dit onze huidige kustlijn. Als je teruggaat naar het Eem, 100.000 tot 120.000 jaar geleden, op de hoogste zeespiegelpiek, die overigens plus 6 meter is, 6 meter hoger dan we nu hebben, dan zie je dat dit ongeveer de kustlijn was, voor zover ze dat hebben kunnen reconstrueren. Die lag heel anders. Die lag een heel eind verder landwaarts. Hij is plus 6 meter natuurlijk. Ondertussen is het land zelf ook een beetje bewogen, dus het is een moeilijke vergelijking. Maar als je dan weer teruggaat in de tijd naar het last glacial maximum, toen de zeespiegel 120 meter lager stond, dan zie je twee enorme gaten. Een gat hier en een gat daar. Tot 25 meter beneden NAP op dit moment. Dus over deze hele periode dat die zeespiegel steeg, moet dit gat dus ingevuld zijn. Want tegenwoordig zitten we mooi op, min of meer op zeeniveau. Dus een enorme bak met sediment die de rivieren uit de Alpen hier naartoe hebben gesleept om op te vullen. Om die zeespiegel bij te kunnen houden. Nou, dat is wat we zien als we naar Nederland kijken op grote schaal. En dit lijkt natuurlijk best wel een beetje op dit. Dus hoe realistisch is dat? Als je iets meer in detail gaat kijken, en er staan wel plaatjes die in Utrecht zijn gemaakt door Henk Berendsen, dan zie je dat ongeveer 6.500 jaar geleden, en dit is dan de zeespiegelcurve, in diepte 30 meter hier ongeveer, dan zie je dat 6.500 jaar geleden dat Nederland er behoorlijk anders uitzag. Er lag een rijtje barrière-eilanden, Waddenzee-achtig systeem voor de Hollandse kust. Een enorm getijdensysteem, water in en uit met zand en klei achtergelaten, met een veengebied erachter. De Waddenzee was heel anders ontwikkeld. Er ligt een hele groot stuk keileem in Noord-Holland en Texel. Heel ander verhaal. Maar als je dan doorklikt, 5.000 jaar geleden ongeveer, dan zie je dat de kustlijn terugschrijdt. De zeespiegel stijgt, ondertussen aardig wat metertjes. Maar dat getijdensysteem dat blijft intact. En dat vult heel veel sediment vult dat op. En dat bouwt eigenlijk het fundament waar wij nu op wonen. Dat keileemplateau dat ligt hier nog en die Waddeneilanden. Nou, gaan we verder terug, dan eigenlijk verveent alles. Het zeeniveau begint zijn huidige niveau ongeveer te bereiken. Het hele pakket wordt een en al veenlandschap eigenlijk. Die barrière-eilanden beginnen langzaam uit te bouwen. Dus er komt weer sediment vrij voor de kust om naar buiten toe te bouwen. En al die getijdengaten die hier zaten, die vullen op. Die zijn eigenlijk min of meer weg tegen die tijd. Nou, dan ga je door, zijn er veranderingen langzaam wat minder. En we komen naar de huidige Hollandse vorm eigenlijk. Dus als je kijkt naar de dikte van het pakket wat tijdens het Holocene is afgezet, dat geeft in groen de kleurtjes aan, dan ligt daar ongeveer 25 meter sediment. Nou, precies wat je verwacht, want dat is ook de grootte van dat gat. En dat kun je uitmeten. Het TNO heeft een enorme grote dataset met alle sedimentgegevens in Nederland die er zijn. En daar hebben ze een hele mooie dataset van gemaakt. Dat kun je allemaal bekijken.
Dus je ziet waar de diepe gaten zijn, hoe dik het pakket is en je weet ook waar het uit bestaat. Nou, de grap is dat dit hele groene gedeelte, dat is ook bedijkt gebied. Dus alles wat in het Holocene is afgezet, daar hebben wij ondertussen een mooi hekje omheen gezet. Want daar mag niks meer in, daar mag geen water meer in. Al het water wat tegenwoordig uit de rivieren komt, dat gaat linea recta op de Noordzee in. En dat komt niet meer in het land. Dus het heeft geen kans om zijn sediment uiteindelijk nog in dit gebied neer te leggen. Nou, dat heeft consequenties. Dus dit is eigenlijk een samenvatting van wat met Nederland is gebeurd. 10.000 jaar geleden had je het Pleistocene. Dat wordt langzaam ingevuld terwijl de zeespiegel stijgt. Met een mooi kustsysteem wat helemaal van zand is. En daarachter ligt dat grote pakket van zand en klei. Dus dit is een kort schematisch hoe het eruit ziet. Maak even een uitstapje naar wat verder terug. En dit zijn kustafzettingen uit Utah uit het krijt. Pakweg 100 miljoen jaar geleden. En daar zie je een hele mooie cycliciteit in terechtkomen. Hele dunne, nou dunne is niet helemaal waar, het zijn pakketten van 10, 20 meter dikte. En die beginnen met klei en dat wordt zand. Dan krijg je een mooie grenslaag, klei, zand. Mooie grenslaag, klei, zand. Dat noem je parasequences, een hele technische term. In feite zijn dat allemaal holocene pakketten op elkaar. Heel vergelijkbaar met wat wij nu hebben van het holocene van de laatste 10.000 jaar. Het is dus heel erg cyclisch op elkaar neergelegd daar. Dus daar kun je een heleboel van leren wat er gebeurt met een kustsysteem wanneer zeespiegel gaat variëren. En je hebt een heleboel cycli hier. Maar als je dan een beetje inzoomt, dan zie je ook af en toe hele mooie steenkoolpakketjes liggen. Je kunt denken van, ja, Nederland dat bestaat voor een groot deel, of West-Nederland, uit veen. Nou, als je een 10 meter dik veenpakket hebt, en dat wordt begraven, dan hou je meters je steenkool over. Dus dat creëert heel veel ruimte weer om sediment, of juist water binnen te laten. Dus dat zijn allemaal dingen waar ik normaal gesproken naar kijk, om te leren hoe dat kustsysteem werkt. Dus we begrijpen goed hoe het land verandert bij een veranderende zeespiegel. De geologie kan ons daarbij helpen. Nou, even een heel simpel Mickey Mouse cartoontje. Wat gebeurt er als zeespiegel stijgt? Hartstikke simpel. Alles verzuikt. Dus de vraag is, van hoe lossen we dat op? En je ziet hier al eigenlijk sediment staan. Ik vind het wel een intrigerend plaatje. Dus op een mooie zomerdag ergens in Italië. Met een heel klein strandje daar, mooi baaitje, er komt een bui voorbij en de dag daarna ziet het er zo uit. Dit laat heel mooi zien wat de rol van sediment is. Als je kijkt waar die kustlijn hier ligt, nou, die is bijna 100 meter naar buiten gedrukt in een dag, alleen omdat daar een heleboel sediment vrij kwam. Wat wij in Nederland doen is alles buiten het land houden en meteen de zee in pompen. Dus Nederland krijgt nooit een kans om dit materiaal neer te leggen. Dus als je sediment toevoegt, in dit geval bij een stabiele zeespiegel, nou, dan bouwt hij heel mooi uit, heel simpel. Maar wat in Nederland gebeurt is eigenlijk dit. We hebben zeespiegel en sediment, dus we willen omhoog. Maar tegelijkertijd moeten we dit opvullen. Dus dit is verder geen probleem, dat kunnen we makkelijk aan. Dit, ons polderlandschap, daar moet materiaal bij. Want anders krijg je natuurlijk dat zeespiegel veel lager is dan het land. En daar moeten we iets mee. Nou, dus wat is het probleem in Nederland? Het achterland krijgt geen sediment meer. We houden niet van natte voeten, we bedijken alles, weg met dat water. De dijken houden dus water en sediment tegen. We ontwateren het veengebied, waardoor je bodemdaling krijgt, een oxidatie. Zeespiegel stijgt natuurlijk. Je krijgt een toename in grondwaterkwel. Het verschil tussen zeeniveau en je grond, ontstaat een kwelstroom in grondwater en dat water wil gewoon naar boven. Dan moet je heel hard pompen om dat kwijt te raken. Dus een ontkoppeling van het land ten opzichte van de zee. Steeds sterkere pompen nodig, steeds harder pompen. Dat is wat we nu doen, dat is onze strategie. Als je kijkt naar het plaatje van Nederland, ik weet niet of jullie AHN kennen, een fantastische dataset om naar allerlei morfologische details in Nederland te kijken. Dan zie je eigenlijk dat blauwe gebied waar we het probleem hebben. Nou, wat is dan de enige, naar mijn gevoel, de enige duurzame oplossing? We moeten dat laagland gaan ophogen. En alle nieuwbouw moeten we in feite op plus NAP niveau brengen. We moeten niet bouwen in die polder op min 7, we moeten op 1 meter boven NAP bouwen. Natuurlijke sedimentatie herstellen, dat is lastig, dus je moet de rivier de ruimte geven om het sediment kwijt te raken op het land. Je moet de kust de mogelijkheid geven om weer sediment in getijdenbekkens kwijt te raken.
En je moet nadenken of je niet komgebieden gaat definiëren van dit geven wij op, hier mag gewoon water komen. Dat levert ons weer extra sediment op waar we mee, de rest mee kunnen ophogen. Maar tot dit het geval is, moeten we dus pompen of verzuipen. Dus dat is de strategie. Nou, een heel mooi plaatje van Giel van der Meulen, een studie die bij TNO namelijk is gedaan. Die kijkt hier ook naar, een tijdje geleden al. En dat laat eigenlijk heel mooi samenvattend zien wat er aan de hand is. Nou, we hebben een rivieraanvoer van sediment, die is op dit moment nul. Want het water gaat gewoon de Noordzee in. Vroeger was die natuurlijk een heel stuk hoger. In het Holoceen gemiddeld 13 miljoen kubieke meter per jaar. Maar dat zijn we kwijt. Nou, de kustaanvoer is ook afgesloten, dus daar komt ook niks meer binnen. Maar je ziet, dit is de zeeniveau, en als je die doortrekt, zie je een soort gat ontstaan. Tussen het Holoceen en het zeeniveau heb je ruimte. Nou, dat is 13,3 kubieke kilometer. Dat is het gat wat we feitelijk zouden opvullen om op zeeniveau met Nederland te komen. Dat is best veel sediment. Wat wij inbrengen is ongeveer 23 miljoen kubieke meter per jaar. Ik ga zo over de getalletjes nog even praten, maar het geeft een beetje een gevoel van wat er aan de hand is. Tegelijkertijd stijgt de zeespiegel langzamerhand en dat levert een tekort op van 117 miljoen kubieke meter per jaar en stijging. Dus daar moeten we iets mee, anders wordt het verschil alleen maar groter. Veen oxideert, dat levert ook een verlies van bijna 20 miljoen kubieke meter op. En dat samen geeft een verlies per jaar aan 136 miljoen kubieke meter volume, wat het dan ook is. Dit kunnen we invullen, dat is technisch mogelijk. Mogelijk is het economisch haalbaar, maar dat is natuurlijk een politieke discussie. Willen we dat ja of nee? Even de getalletjes, iets meer in detail. Dus we hebben een jaarlijks tekort voor zeespiegelstijging, dus die compensatie van 12... Oh nee, sorry. Hier zijn twee systemen. We hebben het kustsysteem, dat moeten we verdedigen. En we hebben het achterland. Nou, het kustsysteem zijn we ontzettend goed in. We hebben gezegd, we houden die kustlijn op die plek, dat is politiek vastgelegd. En dan krijg je dat hele profiel eigenlijk, dat moet je in stand houden. Om dat te compenseren voor zeespiegelstijging, dat kost ongeveer 12 miljoen kubieke meter per jaar. Nou, dat leggen we gewoon voor de kust neer. Dat is heel makkelijk. Dat zijn suppleties, dat is prima te doen. Dus dat houden we heel mooi intact. De zandmotor, ik weet niet of jullie de zandmotor kennen, vlakbij. Fantastisch project. Dat was 21 miljoen kubieke meter. En daarvan denken ze dat het ongeveer een jaar of vijf nodig heeft om zich te verdelen. Of iets langer. Maar per saldo is dat 2,5 miljoen kubieke meter per jaar wat aan transport wordt geleverd. Dus de Nederlandse kust heeft een surplus aan sediment beschikbaar om het stabiel te houden, om te compenseren voor zeespiegel. Dus dat is goed, niks mee doen. In het land, het achterland, is een ander verhaal. Dus we hebben dat tekort van 13 kubieke meter, kilometer in totaal. Nou, als je dat gat over 100 jaar wil opvullen, een redelijke termijn denk ik, dan heb je dus 133 miljoen kubieke meter per jaar nodig en sediment. Daar komt nog bij dat zeespiegel stijgt, je hebt compactie van het veen, dat kost ook 136 miljoen kubieke meter per jaar en extra ruimte. Nou, dat kun je lekker optellen. Wat we tegenwoordig inbrengen is slechts 23 miljoen kubieke meter. Nou, dat is een technisch dingetje binnen de ringdijk van West-Nederland of daarbuiten. Komt ongeveer neer dat we 250 miljoen kubieke meter per jaar missen om Nederland op zeeniveau te brengen. Dus er is werk aan de winkel, zou ik zeggen. Wat kunnen we doen? We kunnen natuurlijk meer ophoogzand gebruiken en nieuwbouwprojecten hoger bouwen en daarmee introduceer je een hoop extra sediment in het gebied. Dat kun je tot ongeveer 120 miljoen kubieke meter per jaar doen. Dat is niet heel ingewikkeld en dat is een hele goede manier, denk ik, om in elk geval bij te zijn. De overige 120 miljoen kub, lastig. Maar ik denk dat dit een hele mooie uitdaging is. Via natuurlijke sedimentatie je open te dijken. Op plekken waar dat mogelijk is. Je laat sediment het land opstromen, het water met sediment. Dat doen ze op dit moment in Amerika ook. Na die hele grote hurricane en het veengebied eigenlijk, wat je in de Mississippi-delta kwijtraakt, zijn ze heel hard na aan denken om de Mississippi-delta op sommige plaatsen om te leggen, om een heleboel sediment dat gebied in te krijgen. Daar gebeurt heel veel, maar dat is in Nederland natuurlijk ook mogelijk. Hetzelfde voor het kreidegebied, dat brengt ook heel veel sediment
transport teweeg. Maar de vraag is natuurlijk, willen we dit? Willen we Nederland naar een plus NAP niveau brengen? Gaan we differentiëren in gebieden? Sommige gebieden wel, sommige gebieden niet. Dat is een hele politiek gevoelige discussie natuurlijk. Je zou kunnen nadenken, en daar heeft Michiel van der Meulen hard over nagedacht in zijn verhaal. Je kunt aaneengesloten terfachtige dingen bouwen die uit zichzelf ook een soort dijk creëren. Dus dan krijg je een hele brede dijk waar mensen echt op wonen, gewoon kilometer breed, maar daar binnen eigenlijk een lager gebied waar je dan minder aandacht aan hoeft te besteden. Dus het is een kleiner ingedijkt gebied. Dus daar ontbreng je ook differentiatie aan. Dan zou je dus kernen als Delft natuurlijk heel makkelijk mee kunnen beschermen. Dus die politieke discussie die moet gevoerd worden. En op dit moment wordt daar geen woord over gezegd. Op dit moment hebben onze ingenieurs fantastische plannen om dijken hoger te maken. Om alles ervoor alles te doen dat het veilig blijft binnen de context. Maar het verschil wordt alleen maar groter natuurlijk. Dus, conclusie. Ik denk dat we sowieso moeten voorkomen dat de zeespiegel verder gaat stijgen. Dus die strikte CO2-afspraken, dat lijkt me heel verstandig. Wanneer dat niet lukt, is het denk ik heel verstandig om te hopen dat er toch een nieuwe ijstijd komt. De vraag is of dat gaat gebeuren, maar je kunt altijd hopen. En als er een ijstijd komt, levert dat natuurlijk ook wel wat probleempjes op. Dus daar kunnen we een andere keer over spreken. Mocht die niet komen, dan moeten we ons aanpassen. En op korte termijn denk ik dat we dan harder moeten pompen. De dijken wat hoger kunnen maken. En dat noem ik dan de uitstelfase. Want waar het uiteindelijk op neerkomt, is die lange termijn. Het uitvoeren van het plan Nederland 2.0. Een herstel- en opbouwfase. Dus het ophogen van de landelijke gebieden naar NAP-niveau of wat het NAP op dat moment is. Nieuwbouw op terpen, een hele oude bestaande technologie. Sedimentaanvoer toestaan. Dus meer natuurlijke kustsystemen en riviersystemen. Oké, dat was het. We kunnen natuurlijk ook altijd gaan verhuizen als het nodig is. Dank u wel.